We gaan dit keer naar Rome, naar de 18e eeuw, naar 1772. Je ziet hier een fantastische handingekleurde reeks gravures, gedrukt op twee bladen, gemonteerd en ingelijst van de Italiaanse kunstenaar Giovanni Ottaviani. Afgebeeld zijn de versieringen, de decoraties die in Vaticaanstad in het Pauselijk Paleis ooit zijn aangebracht door de beroemde kunstenaar Raphaël, tijdgenoot van Michelangelo en van Leonardo da Vinci. En hij heeft daar de loggia's gedecoreerd met vogels, met versieringen, met hangend fruit. En dat waren de afbeeldingen in de 16e eeuw, maar in de 18e eeuw ging deze Italiaanse kunstenaar ze opnieuw uitgeven en zijn van een enorme invloed geweest op de Europese binnenhuisarchitectuur. Deze decoraties, na de publicatie in 1772, was zo invloedrijk dat zelfs Catharina de Grote en Frederik van Pruisen, Frederik de Grote, ze letterlijk hebben gekopieerd in hun paleizen. Ook in de 19e eeuw hebben deze decoraties een enorme invloed uitgeoefend. Ze worden ook als ornamentprenten, groteske, vanwege al deze soms merkwaardige illustraties. En ze zijn eigenlijk weer gebaseerd op de klassieke schilderingen die in het oude Rome bij opgravingen naar boven zijn gekomen. Raphaël heeft daar heel goed naar gekeken en heeft daar een eigen draai aan gegeven. U ziet het met een fantastische effect. En met al deze prenten naast elkaar geeft dat een buitengewone, indrukwekkende weergave van wat daar in Rome, in Vaticaanstad, aangebracht is als fresco.